Morgen, lieve mensen, dit is Lumiria met een positief bericht op donderdag 7 november. En we zijn een 62-8-dag. In de 60-cyclus, een krachtdag, heerlijk. Wat fijn, die balans weer herstellen. Een echte balansdag. Denk aan je beweging. Ik ga lekker naar de kapper toe. Ook belangrijk dat je ze nu en dan even echt lekker tijd voor jezelf neemt. En in de avond doe ik weer de ambassadeurs Zoom. Superleuk. 62-8, balans, creativiteit. Ga er lekker mee aan de slag. We gaan uit het sterrenlicht-orakel. Pak ik weer een mooie kaart. Je leven is een schilderij. Artiest, manifesteren en creatief verantwoordelijk. Dat is wel grappig. Gisteren hadden we dus die zusters die ook het zo over creativiteit hadden. Je leven. Je bent de artiest van je leven. En je leven is een schilderij. Neem de verantwoordelijkheid dat je het zelf kunt creëren. De aarde staat bekend als een planeet van manifestatie. Het huidige moment is gebaseerd op je gedachten. Het geloof uit het verleden, je huidige gedachten bepalen de toekomst. Wat voor leven wil jij voor je toekomst creëren? Waartoe word jij geroepen om te creëren? En verbind je weer met de energie van manifesteren en kom weer op één lijn met je gedachten, gevoelens en daden en met de vibratie die hierbij past. Het is nooit te laat om te beginnen en je hebt er geen ervaring bij nodig. Je hebt alleen een open hart en een open geest nodig en dagelijks actie. Als je niet zeker bent van wat je wilt creëren, begin dan met een groot gevoel van diepe dankbaarheid. Voor al het goede wat nu in je leven is. Geef duidelijk aan waar je dankbaar voor bent. Kijk naar het goede in je leven en dan is één ding zeker. Dan voel je dat je steeds meer ervaringen in de wereld aantrekt. Deze kaart nodigt je uit je hele leven als een schilderij te zien. Jij bepaalt het plaatje. Kleur het met je gedachten en je gevoelens. Creëer het leven dat je het liefste wilt leven. Misschien moet je ook wat creatiever in je dagelijkse leven zijn. Wat moet je creëren? Hoe kun je creatiever zijn? Sterrenlichtzielenvraag: wat zou je in je leven kunnen creëren? Dat is eigenlijk ook tot 15, 17 november ook de energie van de sterren, hè, de astrologie. Deze weken zijn ontzettend bepalend voor de komende 20 jaar. Dus wees hierin ontzettend bewust van jezelf. Ga je bewust gedragen. Maak bijvoorbeeld een mooie tekening. Of ga wandelingen doen. Waardoor je ook die stroming op gang brengt. Zodat je weet wat je de komende 20 jaar met je leven wilt. Waar wil je dingen in veranderen? Waar wil je dingen in toevoegen? En laat het creatieve proces stromen. Alles is goed. Ik wens jullie een fantastische dag.